Yo, chauffeur. Volgens mij zijn we hier in de buurt, man. Maar ik denk dat dat grote huis is daar in de verte. Die grote villa mansion, hoe je zit. Maar, chauffeur, rij maar, man. Hier links. Ik heb even op Google Maps gekeken en volgens mij is dat het huis. Het huis van onze enige echte Dylan. Hier links. Hé, hey, daar staat hij! Ja. Rij maar hoor. Don't be shy. Yo, Dylan! Yo, Farid, hoe gaat ie? Ja, gaat lekker man. Stap in man, stap in. Stap in. Gezellig. Ah, jullie hebben nog een Lekker. plekje voor me vrijgelaten, mooi. Ja, man, sowieso, man. Ja, man, dus dit is jouw nieuwe huis? Ja, dit is mijn nieuwe huisje. Daar heb ik even voor gespaard. Flink wat geen glitches, Zo dus... echt, zo echt ziek, man. Als ik gewoon nu al van het raam hier kijk. Nou, gefeliciteerd, man. Ja, bedankt. Ja, man. Pluk je van glitchen wel je vruchten. Ja. Nou, chauffeur, rij maar, man. Ja, man, nou, dit lang niet gesproken ook, zo. Ja, echt lang. Tjewel, in ieder geval, nou ja, Dylan. Ja, vertel wat over jezelf, man. Vertel wat over jezelf. Je bent Dylan. Ja, vertel. Ik ben Dylan. Mijn gamertag is Dylan Gaming NL. En ik ben 15 jaar oud. Ook al klink ik niet zo, maar toch ben ik het. En ja, ik woon in. Nou, ik woon in dat huis verderop, maar in RL woon ik in Zuchterband. Dat ligt in Flevoland, in Ja, Nederland. ja. Verder nog wat of. Oké. Nou, leuke introductie sowieso. Ik denk dat de mensen sowieso ook jou wel kunnen kennen van de vele glitch-video's die je uploadt. Onder andere ook de nieuwjaarsvideo laatst. Echt epic dat je daar ook echt mee aan hebt gedaan natuurlijk. In het begin, je zat daar een beetje tegenop. Ja, klopt. Ik was een ben je best wel nerveus. Want ik was zelf altijd een beetje van dat als ik mezelf bekend zou maken, zoals ik mijn gezicht zou laten zien, of er dan negatieve reacties op zouden zijn. Daar kon ik dan nooit goed tegen Ja, ja. kritiek eigenlijk een beetje. Ja, Daar was ik precies. altijd een beetje bang voor, waardoor ik een beetje nerveus was daarvoor. Ja. Nee, ik kan me wel voorstellen, man. Ja, natuurlijk, je laat sowieso je gezicht online zien. Nou ja, ik zelf vlog al super lang. Ik maak video's van mijn gezicht en zo. Dus, nou ja, negatieve reacties, ja, mensen, weet je, ik zie het eigenlijk altijd zo, mensen hebben toch altijd wel iets te zeggen over jou, snap je? Of ze vinden je lelijk, of ik noem maar wat, weet je wel. Ze hebben altijd wel wat te zeggen, snap je? Maar de meeste mensen die altijd reageren, die durven het zelf niet, snap je? Ja, dat begrijp ik wel, ja. Ja, dat zijn vaak van die mensen die denken van, ah, ik, ja, die Want mensen ik die kan dat durven het niet zelf en niet, snap je? ik kan dat niet. En ik denk maar, ik ga maar een ander pesten die het ook niet kan. Ja, precies. Dus, nou ja, ik vind het wel echt knap, weet je wel, dat je toch hebt meegedaan. En, Nou, zonder jou is. was me dat ook niet gelukt, want jij hebt me die grens overgetrokken. Ja, ik heb je gewoon een beetje gepusht van, hé, je moet gewoon scheid hebben aan wat mensen denken, snap je? Ja, mensen hebben toch hoe dan ook altijd wel kritiek op je, wat je ook doet, snap je? Al help je zoveel mensen, weet je wel. Er zal altijd wel iemand zeggen van, ah, ja, kijk hoe Dylan eruit ziet, of kijk naar, ik weet niet, weet ik veel wat, weet je wel. Er is altijd wel wat. Dus dan moet je gewoon, nou, goed dat je er toch overheen bent en je hebt het gewoon gedaan, man, respect. Ja, man. En, nou ja, vertel me, hoe ben je in de crew gekomen, man? Nou ja, zal ik dan ook maar gelijk even uitleggen hoe mijn historie is sinds de vorige keer dat ik in de crew heb gezeten? Ja, is goed.
Dat was eind 2018 ergens volgens mij dat ik in Dutchels zat toen. Maar toen ben ik er daarna uitgegaan omdat het me even wat te veel werd allemaal, al die drukte en zo. Dus toen ben ik maar ben ik eerst begonnen met een paar andere crews in te gaan die wat kleiner waren, maar wat rustiger. Dus dat had ik even geprobeerd, maar dat pakte niet echt uit. Dus heb ik mijn eigen crew opgericht. Dat heeft ook niet uitgepakt. Hij bestaat nog wel, alleen is hij inactief. Ik ga er geen reclame van maken, anders krijg ik een ruzie met jou. En ja, en daarna, dus eigenlijk bijna een jaar later, nadat ik eigenlijk veel ervaring op heb gebouwd met game en met glitchen, dacht ik, ik ga weer proberen om de crew in te gaan. Ja, ja. En dat is me gelukt. En ik heb, zoals jullie hebben gemerkt, ben ik crew IT glitch geworden. Dus, ja, man. Dus dat stelt voor mij wel wat voor. Voor sommigen kan het weinig voorstellen, maar voor mij stelt het wel wat voor. Echt een teken van dank. Dat stelt voor mij. Ja, ja. Dat ik goed bezig ben, zo gezegd. Ja, precies. Ja, man. In het begin, je had mij toen benaderd, hè? Van, kan ik in de crew komen volgens mij, toch? Ja, eerst via CodGamerNL probeerde ik jou te benaderen, ja. Ja, zoiets. Een paar maanden voordat ik in de crew kwam. Hij zei vaak genoeg dat jij geen tijd voor me had, dus dat was erg leuk. En toen dacht ik, ik ga maar op JT kijken. En toen zag ik een link staan voor Discord. Dus ja. Ik denk Discord downloaden, in de server gaan. En zo is het verder gegaan. Ja, want ik krijg natuurlijk dagelijks berichten van mensen die zeggen van... Ah, Farido, mag ik alsjeblieft terugkomen of mag ik in de crew? En ik dacht van, Cold Gamer die stuurde mij... ook een bericht van ja, Dylan Game en Elvit terugkomen in de crew. Dus ik denk van ik heb er echt geen tijd voor, had ik gezegd. En toen had hij dat ook zo doorgegeven aan jou, snap je? Ja. Want was de bedoeling dat hij dat anders zou doorgeven, maar. Ja. Maar, weet je, het is sowieso van. Ja, ik krijg dat soort berichten elke dag, weet je wel. Dus dan denk ik van, op een gegeven moment kijk ik er niet meer naar om, snap je? Ja, klopt. En de eerste keer was het ook niet zo goed gegaan, weet je wel. Toen dacht ik van, wauw, heb geen zin meer in, weet je wel. Ja. Maar op een gegeven moment, ja, ik zag gewoon, je had gewoon een normale tekst naar mij gestuurd. We hebben een beetje gepraat van, hoe en wat. En op een gegeven moment dacht ik van, prima, ik geef Dylan een kans. En die kans heeft hij eigenlijk heel goed benut. Die kans, ik heb hem echt super goed benut. Hij is nu crew YouTube glitcher. Je ziet hem gewoon overal. Heel veel mensen kennen hem eigenlijk ook gewoon. En heb eigenlijk gewoon zijn plekje geclaimd in de crew. Dus netjes. Ja man, respect. Ja man, van een solo boy naar naar een hoge plek in de crew, om zo te zeggen of zo. Misschien kan je het beter verwoorden. Nou ja, ik ben sowieso niet solo begonnen. Mijn glitch carrière, zoals ik het noem dan tenminste, begon in september 2018. En ik ben dus nu eigenlijk al meer dan... eigenlijk bijna anderhalf jaar ben ik al glitcher. Mm. Dat werpt over zijn vruchten af, zoals ik het zo noem. Ja, ja. En ik ben dus begonnen met een paar maten. En vanaf daar zijn we allemaal een eigen gang gegaan. Die spreek ik heel soms nog. Ik heb er één vorige week nog gesproken, maar daar echt weinig ook mee. Echt heel weinig met die mensen. Zo ben ik bijvoorbeeld ook weer in die meerdere crews beland. En in sommige crews zaten weer meerdere glitches en zo. En daarmee kon ik er weer goed mee vinden. Ja, en zo ben ik uiteindelijk maar begonnen met glitches te uploaden op mijn eigen kanaal. Is niet zo heel erg goed gelopen. Dus ben ik daar maar mee gestopt. Enzovoort, enzovoort. En nou ben ik uiteindelijk hier uitgekomen tot een van de mensen bij het glitchen veel makkelijker gaat. Omdat ik er ervaring mee heb. Ja. Kijk, ik kan het wel uitleggen aan mensen van... Excuseer. Ik kan het wel uitleggen van... Ja, super makkelijk deze glitch, maar... Dat ligt er maar net aan hoe goed je bent. Ja, kijk, precies. Kijk, ook al ben je niet heel erg goed, je kan het wel proberen. Ja. Kijk, als jij bijvoorbeeld net zou beginnen met glitchen... En ik leg jou uit wat je moet doen...
dan denk jij van waar heeft die gast het over? Ja, klopt. Ja. Dus daarom zet ik ook nooit bij de video's. Nou ja, heel soms als het echt, echt makkelijk is. Mm-hmm. Zet ik het bij super easy. Maar voor de rest zet ik er nooit bij van echt makkelijk of zo. Nee, precies. Omdat het aan de persoon zelf ligt. Dat is de reden waarom het bij zoveel video's van anderen staat. Zo makkelijk, echt heel erg kort te doen. Super snel. Ligt er maar net aan hoe snel je het zelf doet. Ja, maar het ligt ook wel aan mensen. Gewoon van de een begrijpt het wat sneller dan de ander, snap je? Dat is het ook vooral. Ja. En het nadeel van glitchen vind ik altijd dat sommige mensen ook, dat is nou ook weer het gedeelte met die kritiek, dat mensen kritiek op je hebben van, ja, kijk, jij speelt het spel niet legit. Ja. Dat vinden wij niet leuk. Dus je bent eigenlijk niet goed bezig. Dat ja, is een precies. Soort van verwoording ervan. Ja, man. Oké. Nou, voor de rest, ja, je maakt dus video's, dus je gaat even tanken. Ja. De bijrijder denkt, ik ga nu even achter het stuur. Maar ja, in ieder geval, ja, je hebt gewoon met je video's echt super veel mensen blij gemaakt ook, maar heb ik gezien. Ook gewoon als je kijkt naar de comments en zo, mensen zeggen, hey, dankjewel Dylan, hij werkt. Hoe vind je dat eigenlijk? Nou ja, ik vind het eigenlijk, want mijn doel is eigenlijk vaak genoeg geweest om anderen te helpen. Mm-hmm. En een glitch is bijvoorbeeld een manier om anderen te helpen. En daarom doe ik het ook graag. Ja, ja. Nou ja, en die comments eronder, dat maakt me best wel vrolijk. Oh kijk, de chauffeur gaat even betalen, zo te zien. Ah, netjes. En, ja, hoeven wij nog niet te doen. Ja, toch. Nou ja, maar dat ben ik eigenlijk al 3 jaar mee bezig. Maar in het gaming ben ik eigenlijk vooral meer bezig met helpen. Omdat het veel makkelijker gaat dan in live, snap je? Ja, precies. Wij rijden de chauffeur moet er even uit. Anders kan de normale chauffeur niet in. Dat kan ook. Dat kan ook. Instappenvakertje. Ja, man. Nou, vertel verder. Nou ja, die comments maken me dus eigenlijk ook best wel vrolijk ook. En ja, het is gewoon fijn om anderen te helpen. Dat geeft een goed gevoel. En daarom doe ik het ook. Want een goed gevoel is natuurlijk fijn. Dat is beter dan een slecht gevoel. Ja, precies. Dat je daar wel mee eens bent. Ja, sowieso. Als mensen gewoon natuurlijk lekker laten horen van... Hé, hij werkt. En dat ze je ook echt dankbaar zijn. Dan geeft dat jou vooral gewoon een goed gevoel, toch? Dat is alleen maar leuk. Kijk, als ik glitches ga opnemen die niet werken... Wat heet het dan voor nut om ze op te nemen? Dan steek ik tijd in nutteloze dingen. En ik steek bijna altijd tijd in dingen die ook echt nut hebben. Dus waar je profijt van hebt. Ja, precies. Ja, kijk, bijvoorbeeld XP glitches wat Kenny opneemt. Kijk, het is heel erg mooi dat hij dat doet. Maar XP, ik ben bijvoorbeeld... ik ben level 268. Ik heb dat niet nodig. Jij bent 543. Dat heb je ook niet nodig. Nee, maar lagere mensen hebben dat wel nodig. Dus voor mij doe ik het niet. Omdat het voor mij geen nut heeft. Maar voor anderen hebben ze wel weer nut. Daarom is het juist handig dat we het toch hebben. Ja, daarom. Ja, ja. Ja, alleen maar positief, man. Ja, man. En je bent ook natuurlijk luitenant in Dutch Shots. Hoe ervaar jij je luitenantschap tot nu toe? Nou, maar bedoel je van hoe vind je dat het gaat of zo, bedoel je? Ja, gewoon hoe vind je dat het gaat? Hoe vind je de rank? Vertel. Ja, ik ben er nu al een beetje aan gewend, dus niet echt zo heel erg speciaal meer. Maar voor anderen kan het bijvoorbeeld wel weer speciaal overkomen, snap je? Ja, ja. Ja, ik vind het best wel leuk tot nu toe. Ik krijg ook vaak vragen van bijvoorbeeld ook bij meetings van... kan ik nog meedoen met de meeting of zo? Terwijl sommigen ook gewoon niet weten dan dat je het ook gewoon in aanmelding... in GTA of RDR2 meetings kan zetten. Ja, precies. Maar ja, dan heb ik ook meer aanzien en dat is ook vaak fijn. Maar leiderschapsfunctie, dan moet je niet bij mij zijn. Nee. Heb ik al eens een paar keer geprobeerd en dat is niet echt goed uitgepakt. Ik ben niet zo erg veel van het mensen commanderen. Dat vind ik niet fijn. Nou ja, weet je wat dit ook is? Vooral bij... ik heb het bijvoorbeeld met commissioner Jori natuurlijk. Hij is natuurlijk commissioner geworden. Een tijd geleden. Wat hij dus ervaart vooral in zijn functie. Is dus vooral... De benauwde situaties die je soms hebt, snap je? Je krijgt gewoon soms met mensen te maken waar je denkt van... What the fuck is er mis met hem? Snap je?
En ja, sommige mensen die gaan dan proberen in discussie te gaan met jou bijvoorbeeld. En ook gewoon qua regels en alles. Als jij niet zelf simpel gezegd eigenlijk gewoon goed terug kan antwoorden, dan gaan mensen denken van ja, what the fuck is dat voor commissioners dan weer? Dus je moet eigenlijk ook vooral weten waar je het over hebt. En ja, dat is gewoon een stukje wat je eigenlijk. Dan moet je eigenlijk gewoon. Sorry, twee keer eigenlijk. Maar dan moet je dus gewoon voor opgeleid worden, zeg maar. Ja, Dat gewoon kan niet in 1, ervaring voor 2, hebben 3. eigenlijk. Ja. Dan kan je niet 1, 2, 3 zomaar leren, zeg maar. Dat is wel echt lastig. Zo, iemand wordt aangereden. Bijrijder, kan jij even onze speciale vent bellen die ervoor zorgt dat wij de politie kwijt zijn? Ik heb geen zin in in ophouding. Ja, man. Zo. Ja, we zijn ze kwijt. Mooi. Top, top, top. Ja, man. Nou, voor de rest, jou valt de kroeg voor jouzelf, man. Het bevalt erg goed. Soms heeft het luitenantschap weer zijn nadelen dat je aangesproken wordt voor dingen die je eigenlijk niet aangesproken voor wil worden of zo, snap je? Ja, precies. Maar voor de rest is het best leuk eigenlijk. Ja. Leuk om naar meetings toe te gaan, probeer bij zoveel mogelijk aanwezig te zijn. Niet helaas bij je allemaal, vanwege dat ik beperkte gametijden heb. Maar Ja. voor de rest is het wel erg leuk. Ja, precies. Ja. Ja, voor de rest. Ja, voor de rest, je doet het eigenlijk hartstikke goed, man. En ik denk dat heel veel mensen blij zijn met jou in de crew en met de vele glitches waar mensen uit kunnen leren, de tips die je geeft. Dus ik denk dat het helemaal positief is, man. Het is sowieso positief, maar ja, ga gewoon vooral zo door, man. En ja, we zijn super blij met je, man. Dat vind ik ook fijn om te horen ook. Ja, toch? ja, voor de rest, ja. Ik denk inderdaad, vooral voor de mensen die kijken natuurlijk, in de crew zitten. Ja, stel je wordt luitenant. Ja, luitenant is dus eigenlijk ook gewoon vooral voor mensen die dus echt daadwerkelijk iets doen, snap je? In het geval van Dylan, hij is naar mij toegekomen van, hey, kan ik crew glitcher worden voor Dutchels? En ook gewoon video's ervan maken, etcetera, etcetera. Ja, dat heeft hij dus. Ja, ik heb hem dus volgens mij een weekje, geloof ik, gegeven. En in die week heeft hij zich gewoon super goed bewezen. Ja. De ene video stond klaar naar de ander. En bam, hebben ze de rank gewoon verdiend, man. En zo zie ik eigenlijk liever gewoon graag alle luitenants die gewoon een functie hebben. En ook gewoon lekker, ja, gewoon lekker iets doen, zeg maar, weet je wel. Kijk, het voordeel wat je ook aan mij hebt, als ik ja zeg, dan doe ik ook ja. Ja. En dat heeft niet iedereen. Nou, klopt. Nou ja, maar ook gewoon als je iets zegt, dan moet je het wel doen natuurlijk. Ja zeggen en nee doen zijn twee verschillende dingen. Klopt, klopt. Ja, man. Maar voor de rest, ja, ik denk gewoon. Ja, ik denk gewoon dat het stukje luitenantschap gewoon echt ook gewoon, ja, zoals je zei, echt een grote waardering is. Want als je kijkt naar de reacties, ja, de mensen die ook jou benaderen voor vele dingen. Ik denk dat dat gewoon, ja, dat je daar wel blij mee mag zijn, man. Ja, en ook het voordeel ook dat ik veel ervaring heb met glitches ook. Ik kan ook herkennen aan een glitch Ja. of hij fake is of niet. Ja, man. En ook een reden waarom er in de video's op het kanaal zoveel versneld wordt in plaats van geknipt, is om te bewijzen dat het real is. Want als je gaat knippen en plakken, als je bijvoorbeeld een gedeelte weghaalt waarbij het zwart scherm is, dan kan je een heleboel dingen daartussenin doen wat je niet opneemt. Ja, klopt. Als je versnelt, dan heb je dat niet. Ja. Zo, ik had echt heel veel. Waar ik echt heel veel aan had, was die Give Guards to Friend glitch die ik toen had geüpload, man. Zo. Daar had ik echt veel aan, man. Die van een maand geleden ongeveer, die van twee personen. Daar heb ik ook echt super veel aan gehad, man. Dus sowieso, thanks daarvoor, man. Ook gewoon echt zo perfect uitgelegd. Hij duurde wel 17 minuten, maar. 17 minuten lang perfecte uitleg. Gewoon zo goed. Maar die 17 minuten kwamen ook vooral omdat Jori eigenlijk telkens zijn fout maakte. Dus.
Het overleven telkens. Ja, klopt. Ik zag het, man. Maar nee, maar echt gewoon, je legt het zo perfect uit gewoon en ja, je en mag kijk, daar gewoon. Ik heb ook autisme, dus voor mij is het ook fijn als er duidelijkheid is en dus wil ik ook duidelijkheid geven. Ja. Spreek voorzichtig. Ja, man, absoluut. Ja, het is gewoon, als jij iets maakt, dan moet je het ook natuurlijk goed uitleggen, dat sowieso, man. Dat sowieso. Dus ja, ik en velen zijn je dankbaar en ga gewoon zo vooral door, man. En ja, man. Keep up. Dylan, Gaming NL, man, mensen. Wil je zelf nog wat toevoegen, Dylan? Wat zou ik dan kunnen toevoegen, is een goede vraag. Ja, wat je kwijt wil nog, of... even denken. Nee, ik denk niet dat ik eigenlijk verder nog wat heb. Om te melden, om te vertellen. Ja. Nou, ik kan wel wat dingen over mezelf vertellen natuurlijk. Oké, ja, dit is aan jou, maar als je iets gemeld hebt, mag het nu? Anders... Ja, zoals ik al aan het begin had gezegd, dat ik Dylan ben, jullie weten waar ik woon, jullie weten hoe oud ik ben nu. En ik heb nu ook al gezegd dat ik autisme heb. En daar schaam ik me compleet niet voor. Want autisme is iets wat eigenlijk allemaal in ons zit, maar bij sommigen komt het naar buiten. Ja. En het is net een beetje zoals met kanker. Dus eigenlijk een beetje hetzelfde. Het zit allemaal in ons, maar bij sommigen komt het maar naar buiten. En daarom doe ik ook mee aan Flevoland Fiets Tegen Kanker. Dat is een organisatie die lijkt een beetje op Alpe d'Huez. Dat is dat je de Alpe d'Huez opfietst. Alleen Alpe d'Huez die gaat 6 keer naar boven en 6 keer naar beneden. Mm. En wij met Flevoland Fiets Tegen Kanker, kort gezegd FFTK, gaan 1 keer naar boven toe. En dat doen we dan met leerlingen van heel Flevoland. En ja. Daarmee doe ik dat dan met mijn school. En heb ik daar een nadeel bij als ik dat ga doen. Mm. Want ik ben astmatisch ook nog eens een keer. Dus voor mij is het ook nog eens een keer extra lastig. Astmatisch? Wat houdt het in? Astma. Oh, astma, oké. Okay. Ja. Oké, okay, ja. Je haalt gewoon de ties weg, maar dan is het hetzelfde. Oké, okay, ja. Ja, dus daarom is het voor mij wat lastiger, maar ik probeer toch mijn hulp te bieden. Daarom ook hetzelfde als wat ik met Glitchy doe. Zo. Dat is wel echt respect, man. Geen grap. Je fietst dus gewoon een hele berg op voor de mensen die dus kanker hebben. Ja, en voor de mensen die ik ken die kanker hebben en voor de mensen die mensen kennen die kanker hebben. En plus nog, je hebt astma. Dat is wel echt respect, man. Holy shit. Ja. Dat is wel echt respect, man. Zo. Ja, man. Dat is flink wat. Ja, en ook... Dat is niet zo 1, 2, 3 klaar. Nee, precies. Zo. En je hebt hem al een keer gedaan, zei je? Nee, ik heb hem nog geen enkele keer gedaan. Ik doe hem voor het eerst. Oké. Wanneer is het dan zover, zeg maar? Op 31 mei ga ik de berg op fietsen. Zo. 2020 dan, hè? En doe je dan al een beetje veel trainingen, of... Ik fiets dagelijks naar school en terug fiets ik 28 kilometer. Zo. En dat doe ik dan samengevat ook daar tussen de 2 uur en 2 uur en een kwartier over. 2 uur fietsen naar school? Nee. Dat is heen en terug. 1 uur fietsen. Dat is alsnog best wel lang, hè? Ik sta ochtends om 6 uur op om 7:15 naar school te kunnen fietsen. Zodat ik rond 7:15 op tijd op school ben. Wow. Zo. Maar dan ben je wel... als je dat elke dag doet, dan ben je wel echt goed voorbereid, man. Op wat er dan gaat komen. Ja, dat klopt. Zo, lekker, man. Ga vooral zo door. Echt respect van mij uit. Ik hoop ook respect van de kijkers dat hij ook dit gewoon doet voor de mensen die kanker hebben en ook voor de mensen in zijn omgeving. Echt respect. Voor de rest... Voor de mensen die natuurlijk naasten hebben of anderen kennen die ook kanker hebben. Dus man. Het is gewoon een goede doelenactie eigenlijk, gericht naar allen. Ja, precies. Ja. Lekker, man. En ook dat stukje van autisme, ik heb het gewoon aan jou overgelaten, man. En heb het met jullie gedeeld, dus je hoeft je daar inderdaad niet voor te schamen. We zijn allemaal mensen, we zijn allemaal gelijk. En ik vind dat dat gewoon eigenlijk, als je dat hebt, dan ben je eigenlijk, heb je gewoon eigenlijk een speciale eigenschap die de normale mens eigenlijk niet heeft. Ja, zo kan je het ook opvatten, ja.
Hey, pas op voor mijn tuin, klootzak. Ja, man. Nou, we zijn er weer, Dylan. Dankjewel. Dikke shout naar jou. Gas op door. En ja, man. We spreken elkaar. Mensen, like, deel, abonneer. En we zien jullie de volgende keer. Ciao, ciao, ciao.